Autoriteiten hebben de opdracht om de recente zware berovingen op te lossen en maatregelen te treffen. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zei gisteren tijdens een persconferentie in navolging van een regeringraadvergadering dat de samenleving berovingen zoals bij de International Mall of Suriname heeft plaatsgevonden niet moet accepteren. Dus de president heeft nadrukkelijk en vaker gezegd dat hij zich daar zorgen over maakt. De verantwoordelijke autoriteiten hebben de opdracht om hier echt werk van te maken met hoge prioriteit, met de ondersteuning van het ministerie van Financiën wat betreft het beschikbaar stellen van de middelen. Dus ik hoop dat langzamerhand in de komende dagen, weken er een verbetering ontstaat. Maar ik denk dat het belangrijk is dat wanneer dit soort dingen gebeuren, dat de daders zo snel mogelijk worden gepakt en dat er een snel proces is waarbij duidelijk blijkt dat ze niet snel weer op straat komen om diezelfde soort grapjes, om het zo even te zeggen, plat uit te halen. Ramdien vindt dat de samenleving niet zo geterroriseerd kan worden door individuen die strafbare feiten plegen. De bewindsman merkt op dat de regering alle aandacht heeft voor de recente gevallen van misdaad. De regering zal rijstboeren tegemoetkomen met voorschotten voor machines. Dit vertelde landbouwminister Prahlad Suddin gisteren op een persconferentie. De bewindsman zegt dat veel van de machines die nu gebruikt worden heel erg verouderd zijn. Dat die machines erg inefficiënt draaien, waardoor de kosten omhoog gaan. Ten tweede, wat je ziet is dat doordat het areaal verder is uitgebreid en we zijn nog steeds bezig het verder uit te breiden, alle faciliteiten daartoe, tenminste de voorwaarden proberen te scheppen daarvoor, dat er een tekort ontstaat aan machinediensten. En om dat verder uit te breiden, hebben de boeren zelf de capaciteit niet, tenminste op dit moment niet, om die machines aan te schaffen. En hieromtrent hebben wij afgelopen maanden met de boeren zelf gezeten om hiervoor te brainstormen. En ondertussen zijn er in Nikeri een 14-tal coöperaties opgericht. In elk polder hebben wij nu een coöperatie. En die zijn nu bezig hun activiteiten te plannen en te kijken van hoe door die samenbundeling ze efficiënter kunnen produceren. De landbouwers hebben in het afgelopen weekend met president Chandrika Prasad Santokhi gesproken over verdere vergroting van hun machinecapaciteit. In die calculaties hebben ze laten zien van luister, er zijn faciliteiten bij leveranciers van de machines en, waar ze voor een deel voor financieren. En een leverancier, de grootste tot nu toe, die wel wat garanties biedt. Die zegt van als je 35% aanbetaalt, dan kunnen we de rest voorfinancieren voor 4 seizoenen. En daarna, als jullie die restwaarde betalen, dan ben je daarna eigenaar van die machine zelf. Dat sprak ons enorm aan. We zijn verder met hun gaan praten, met de boeren erbij. En vandaag hebben wij in de regeringsraad het voorstel gedaan van luister, laten wij de boeren tegemoetkomen met de aanbetaling van de machines. En de rest gaan ze zelf voor zorg dragen, de rest van de betalingen, de aflossingen. Volgens Suddin is in principe al goedkeuring gegeven aan het voorstel om de machines deels te financieren. Het is de bedoeling dat alles bij de volgende raadsvergadering afgerond kan worden.